En we hebben het over veiligheid rondom de school. Waar denk je dan aan? Zo begint de juf de les vandaag. Ze praat met kinderen uit groep 8 in de klas over het probleem buiten de klas. Daar in het park achter de school gebeurt het meestal. En veel van de kinderen hier hebben er iets naars meegemaakt. Nou, er zitten heel veel pubers en die gaan kinderen bang maken en dingen kapot maken. Spreken ze je aan, blokkeren ze de weg. En dan ga je wegfietsen en dan staan ze aan de overkant. En gewoon uitdagen. Bijvoorbeeld had ik mijn fiets hierachter staan bij het park en dan ging ineens... Toen ik terugkwam van school was ineens de lamp eraf. Nou, er was een jongen en stond bij twee kleine kinderen. En hij had een zakmes in zijn hand en ging gewoon die kinderen soort bedreigen. Want hij zei, pas maar op voor mij, want ik ben gevaarlijk. Het is duidelijk, hier is iets helemaal mis. Het zijn groepjes jongeren die de kinderen lastigvallen en dingen kapot maken. Nou, we zijn hier op de plek waar het gebeurt. Vernielde bankjes, prullenbakken die weg zijn. Een hek waar de kinderen overheen geklommen zijn. De directeur van een van de scholen in Sleewijk wil dat er snel iets tegen de pestende pubers wordt gedaan. Helemaal nadat ze pas geleden over een hek het schoolplein opkwamen en kleuters omverduwden. Omdat we zeggen, vernielingen aan het gebouw, dat zijn tot daar aan toe, maar van onze kinderen blijf je af. Dat is eigenlijk de boodschap. De politie en de gemeente weten van de situatie bij de scholen en in het park. Maar volgens de scholen verandert er maar weinig. De groep achters durven na school dan ook niet meer door het park naar huis. Ook Sophie en Noah maakten iets engs mee. Nou, bij mij is een keer verteld dat ik iets verloren was. En toen ging ik dat kijken of dat ik echt dat was verloren. En toen hebben ze mijn fiets meegenomen. En die heb ik toen nog wel teruggevonden. Maar het was wel even schrikken, want toen zijn ze me ook nog achtervolgen naar mijn oma's huis. En die jongens die fietsen nog verder met mij mee. En toen zei ik stoppen en toen stopten ze pas. Dus die weten nu allebei waar we wonen. Nou, ik vond het wel eng. De politie probeert vaker in het park te zijn en de jongeren aan te spreken. Inmiddels zijn er ook al een paar jongens die met hun ouders op gesprek moesten komen. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Wat moet er veranderen? Kinderen moeten, ja, dus de plek is perfect, maar ze moeten zich gaan gedragen. Hartstikke goed gezegd.